Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 6 november. We beginnen deze uitzending met het Caribisch gebied, want daar is de orkaan Irma actief. U heeft het ongetwijfeld meegekregen in de media. De orkaan Irma is er een van de zwaarste categorieën, een categorie 5. En dat betekent dat er met gemak windsnelheden boven de 250 km worden gehaald. Ook komen er rukwinden voor die boven de 320 km per uur voorkomen. De orkaan heeft de afgelopen uren Sint Maarten gepasseerd en is daar vernietigend te werk gegaan. En nu komen er andere eilanden aan de beurt, want de orkaan die trekt naar het westen. En dat betekent dat onder meer Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek, Cuba, de Bahamas er ook last van gaan krijgen. En zoals het er nu naar uitziet, dan gaat de orkaan. Rond het weekend een bocht naar het noorden maken. En dan zou de orkaan ook wel eens over Florida kunnen gaan trekken. Dat is nog wat onzeker. Dat is nog vrij ver weg. Want er zijn ook opties dat de orkaan eerder afbuigt. of zelfs wat later gaat afbuigen. Maar zoals gezegd, dat is nog ver weg. Wat vrij zeker is, is dat in ieder geval Puerto Rico en ook het noorden van de Dominicaanse Republiek en Haiti nog te maken gaan krijgen, of zeker te maken gaan krijgen met de orkaan Irma. En dan heb ik het over dit gebied. Slecht nieuws dus voor de mensen in het Caribisch gebied. Hier zien we de orkaan zijn beweging maken naar het westen. En ja, nogmaals, het is zeer slecht. Zeer hoge windsnelheden, hoge golven. Het zeewater is flink gestegen, hier en daar zelfs 2 tot 3 meter. En dat betekent grote problemen voor de mensen die daar wonen. De komende dagen zult u ongetwijfeld nog veel meer berichtgeving krijgen van Irma. In Nederland is het een stuk rustiger. Daar zien we wolkenvelden en daar vallen een aantal buien. Dit is een satellietfoto van vanmiddag. Er zijn ook wat opklaringen, met name in het zuiden van het land. En als ik dan de radenbeelden erbij pak, dan begrijpt u dat ook wel. Want in het noorden vallen de meeste buien en in het zuiden is het overwegend droog weer. Nou, dit radenbeeld moet u een beetje onthouden, want morgen zal het er ongeveer hetzelfde gaan uitzien. Ook dan met name in het noorden wat buien en in het zuiden de meeste opklaringen. Vanavond kan er ook nog wel hier en daar een bui vallen, met name in het noordwestelijke kustgebied. De temperatuur die ligt vanavond zo rond de 15 graden en er waait een matige wind uit het noordwesten en vannacht daalt de temperatuur dan naar zo'n 11 tot 13 graden en zien we met name de buien in het noorden van het land. In het binnenland blijft het vrijwel overal droog morgen ook nog steeds hier en daar een bui met name dus in het noorden. In het zuiden kan de temperatuur bij wat meer zon oplopen naar zo'n 20 graden. In het noordwesten en noorden wordt het een graad of 17. Er waait morgen een matige zuidwestenwind en in de avond wordt de bewolking geleidelijk aan dikker en dan gaat het ook uiteindelijk regenen. En vrijdag dat wordt dan een hele grijze dag en ook een hele natte dag. Lokaal kan er meer dan 20 mm water gaan vallen. De temperatuur die blijft ook erg magertjes met zo'n 16 graden. En verder er een vrij krachtige wind uit het zuidwesten, ook bovenland. Het wordt dus echt een kille grijze dag. Ook in het weekeinde nog een aantal buien bij temperaturen over het algemeen rond de 17 graden. Verschil met vrijdag is wel dat soms ook eventjes de zon zich laat zien. En ook na het weekeinde blijft het nog wisselvallig. Wat dat betreft is de zomer erg ver weg. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Wiplaza. Ik wens u nog een fijne dag.